Zullen we wellicht gewoon meteen verder gaan? Gewoon dit afmaken? Dan hebben we het gedaan. Kijk, hier hoeven geen chestroom. Maar wat dan kisten gebeuren. Het gaat echt niet om veel kisten hier. Het moet gewoon simpel zijn. Dus dit wordt gewoon een simpele muur. Ik hak het even uit. En dan krijgen we hier weer een kistenkamer. Wat eigenlijk best wel onhandig gaat met al dat water die hier stroomt. Oh. Waar komt het vandaan? Het is echt letterlijk alleen dit kleine stukje. Dus als ik dit opvul, is er straks geen enkel water meer. Al dat water die hier naar achter gaat. Oh, oeps. Oeps. Wacht, was hier nog zoiets spannend? Nee, hè? Alleen dat daar hier een ruimte zat. Moeten we dat niet bewaren? Of zo? Zo van, hey, dit is een ruimte. Die kunnen we misschien een keer voor iets gebruiken. Oeh, een geheime doorgang. That's very nice. Laten we hier een keertje een soort van... Nee, dat gaat niet, want dit is een kistruimte. Jawel, kan wel, maar dan... Als we hier een geheime ruimte maken... Dat is kicken. Dat kan wel. Oké, dus dit gaat dicht, sorry. Die is niet nodig. We kunnen een keertje een geheime ruimte daarvan maken. Dat doen we nu even zo, zodat er geen monsters kunnen komen. Maar we kunnen daar een geheime ruimte maken. Hey, cool of cool? Ja, dat is cool toch? Wat ik wel zat te denken is om dit wel gewoon te volgen. Oh ja, wacht. Ik was eerst met dit bezig, hè. Hoe diep moet die? Ik vind wel dat we heel wat dingetjes wel gewoon moeten volgen, het patroontje. Wat zit er eigenlijk in? Oh ja, iron. Misschien zit die... Staan die kisten al goed? Die kisten staan al goed. Nice. Niks aan te doen. Dat was raar. Verder zit toch geen water hier meer? Kijk, we hebben al twee kisten die daar mooi klaar staan. Dat is prachtig. Dit moet wel dicht. Ik wil geen... dat gaat niet, want dit moet wel open. Ik weet niet tot hoe ver trouwens. Het spijt me, ik vergat de camera. Ik heb geen endertjes te koop. Ik durf niet zomaar iets te verkopen. Straks doe ik het helemaal fout. Het hele verkoopsysteem, is een beetje, vind ik een beetje spannend. Die kan nog steeds zo. Kisten, hebben we meer kisten? Ja, yes we have. Sorry, je komt zo terug. Hallo kist, ik wil jullie. Ik wil jullie kisten. Nee. Oh, een fiets. Wat doe ik nou? Fiets, wat doe ik nou? Ja, oh, ik heb hier chocobox. Ik heb bijna de kist. Ah, nice. Het ging om twee kisten, maar... Eén, twee... Zo, nou kan ik dit weer erin pleuren. Deze is trouwens wel van mij. Die heb ik niet nodig, die heb ik niet nodig. Die niet. Die. Oh, die wel. De rest heb ik wel nodig. Dat is wel één kist. Oh my god. Was dit zoveel spullen? Die heb ik niet, die niet, die niet. Die niet. Ik moet even mijn spullen langs elkaar zetten. Of naast elkaar. Dan is het even iets makkelijker om het tussenuit te gieten. Kijk, als ik deze even daar doe. Die daar, die daar. Die daar. Zo. Zo. Beetje netjes. Kijk, weet je wat het is? We hebben nu wel dat stukje achter. Dus het is wel een beetje zonde dat dit daar zo... Daar moeten we eigenlijk ook iets van maken. Oh, dan kunnen we geheime kamer maken van dit stukje. Al die geheime kamers, jongens. Hier zit trouwens helemaal niks in. Dus deze kan ik mooi pakken. Oh, huh? Nieuwe recepten unlocked. Thanks. Maar dat was niet nodig. Nee. Totaal niet. Totaal niet. Nou, deze wil ik ook wel pakken. En dan maak ik gewoon even wat kisten bij. Dat kan ook. Oh. Blokjes, altijd handig. Dan maar even zo. Maar, ik moet dit stuk wel even weghakken.
Want dat moet wel even een mooi blokje worden hoor. En ik ken dat niet. Anders wordt het lelijk. Wat moest dat daar ook? Ja, want ja, dat zie je wel. Ik weet gewoon echt niet meer wat ik net heb gedaan. Dat is echt super onhandig. Ik moet natuurlijk wel weten wat ik daar heb lopen doen. Oké, ik kom hierbij. Nice. Gewoon even wat kisten maken. Wacht, hoe ga ik dit doen? Nee! Oh nee. Gaat die ook alweer stuk? Ik moet het anders doen. Ik moet het op deze manier doen. Dit is de enige optie. Of... dat als de villagers ga ik anders omleiden. Die komen gewoon via die kant. Dat is ook een goeie. En dan maak ik hier gewoon een mooi trapje omhoog. Of ik maak hier een mooi trapje omhoog. Nee, maar ik heb net hier de kisten gedaan. Maar dan is het niet symmetrisch. Oh. Of ik maak hier een trap omhoog en daar een trap omhoog. Ik kan geen keuzes maken. Ik kan geen keuze maken, nee. Nee, ik kan het niet. En veel. Hier. Oops, oké. Okay. There you go. En veel. Ik ga gewoon... gaan we dit oms... kan je van diorite, kan je dan een ster maken? Hier hebben we niet genoeg. Is het echt die eerste diorite? Dat zijn allemaal spullen die ik niet wil hebben. We hebben echt geen diorite. Oh my god. Oh jawel, few. Maar niet veel. Kijk, we kunnen hier een ster van maken. Voor de afwisseling. Of is dat weer zoveel? Nee, dat is voor de afwisseling. Voor de afwisseling. Kan gewoon. Oké, okay, we hebben... wat is dit? Heb ik nou dubbel een ster? Ja, ik ben echt heel raar aan het bouwen. Dat is een ding zeker. Ik heb dat sowieso gedaan. Maar daarna ben ik overgegaan naar een ster. Kan gewoon. Dus daarna heb ik dit lopen doen. Alweer slapen... hé, hey, maar dit is klaar. Dit ziet er zo heel erg lelijk uit. Oh jongens, ik ben niet zo goed erin. Ik dacht dat ik wel een beetje kon bouwen, maar ik weet het allemaal niet. Ik heb gewoon een complete blackout. Kijk, ik moet dit wel eventjes... wacht even, hebben we een soort van andesite? Weet je wel, dat valt niet zoveel op. Dan lijkt het alsof we dit stukje nog moeten doen. Als ik dit even zo opvul... dan vinden ze van, oh ja, dat stukje moet nog gedaan worden. Kijk zo. Maar in de zin van... dat dit natuurlijk een opening moet zijn. Ja, ik zeg, maak één opening voor de villager en eentje voor... nee, maar dan heb je ook dit stukje nog. Kijk, deze kan ook even afgemaakt worden. Als ik dit zo doe... dat is een opening, toch? Ja, dat is weer een kistruimte. En dan ga ik deze uithakken. Deze en deze. Deze ken ik. Dit. Oh! Nee. Oh! Dit gaat helemaal fout. Als ik dit hak. En dit hak. Zo. En dan moet ik daar een mooi blokje van maken. Die heb ik ook hier. Kijk, mooi blokje. En dan hebben we 1, 2, ja... en dan moet ik even mijn... ik doe iedere keer een fout. Dan heb ik deze. Dat moet een pretty blok zijn. De pretty blok. Daar hebben we nog genoeg van. Zo. Die gaat lekker naar beneden. Wat kan naar beneden? Kom op, pretty blok. Ja, dit is pretty blok. Omdat Vincent deze blokken zo mooi vindt. De pretty blok. Oh, ik kan hier zo slecht tegen. Maar het kan wel op deze manier. Maar het voelt heel pijnlijk. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar het voelt pijnlijk.
Wow. Find Elytra. Wow. Het is wel heel onhandig, hè, om dit zo te doen. Ik bedoel... Ja, dat kan wel, maar dan moet ik via bovenaf bouwen. Heb ik nergens, maar dan nergens, nog wat kist over? Ik kan kisten van beneden pakken. Dat kan het doen. Wacht, als ik even een chocoblok plaats. En ik pleur even al mijn meuk erin. Oh, behalve mijn eten. Ga ik naar boven? Ga ik boven? Ik moet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kisten hebben. Nou, dat hebben we sowieso niet genoeg. Maar dat huisje daar, die gaat toch weg. Want we moeten natuurlijk niet opvallen. We gaan niet opvallen. Wacht, dit is gevaarlijk. Waarom bestaat dat? Zo, zo. Even dat erin pleuren. Waarom hebben wij dat soort meuk? Oké. Okay. Heb ik nou wel kisten meegenomen? Ik heb kisten meegenomen. En ik weet niet meer, ik heb net geteld, maar ik weet niet meer hoeveel kisten dat waren. Komt goed, komt goed. We gaan het snel doen. Hupsakee. Zo. Even snel erin pleuren. Dat kan wel. Oeh, itemframe. En dan zien we dadelijk wel eens hoeveel spullen we wel niet hebben. Zo. Nobody's gonna know. Wij hebben alles. Het huisje is leeg op de energies na, maar die kan ik natuurlijk niet pakken, want dan gaat hij kapot. En laten we dat nou maar juist niet doen, want het is... Oh, fiets. Oh, heb ik serieus... Oh nee, daar is mijn ex. Zo. Oh, hoe ga ik dit doen? Nee, ik moet dit wel even op deze manier doen. Het spijt me, Pretty Block. Dat vind ik een leuke naam, Pretty Block. Dat is echt mijn nieuwe naampje geworden. Wat zo. Kijk. Het is finito. Het is finito. Die moet weg, die moet... Oh, mijn brood moet wel blijven. Die moet die school. Ik wil wel zo dat dit niet... Dan moet wel op een andere keer mooi, maar ik doe het wel even eerst zo opvullen. Oh nee, dat zie je niet. Waarom loop ik dat op te vullen? Voor Jan Doedel. Dat is raar. No, daar ging mijn pickaxe. Zo, zo. Oké, oeh, we hebben hier een nice hokje. Een geheim hokje. Kijk, dit is een geheim hokje naar daar. Maar we kunnen ervoor kiezen om die villagers lekker mooi via deze kant op te komen. Dat is wel geinig. Dus als we dit even dichtmaken. Ja, het moet straks wel natuurlijk wel wat mooier. Kijk, als ik daar een opening maak in het midden. Maar dit is 4 breed. Dus het blijft in alle tijden wel een beetje lelijk. Ik weet het niet. Kijk, als je villager op die manier via een andere kant hier laat komen. En dan breng je hem ze eerst naar beneden hier. Ik snap ook niet waarom Vincent een zwevend iets heeft. Maar dan zou hier zeg maar het punt kunnen zijn. Ja, op zich kunnen we alles wel verplaatsen naar een andere plek. We hebben al de basic villagers. Maar dan is dit zeg maar het gedeelte zombifying. En dan is dit dan doktoren of zo, I don't know. En dan laat je ze zo, jeep, eruit komen. Ik vond het wel een goeie. Of ze moeten gewoon daaruit komen, dat kan wel. En dan maken we hier gewoon een hele grote trap naar boven. Zo, een andere video gaan we daar de trap maken. Maar zo ziet het eruit. We gaan hier geheime portals van maken. Of geheime deuren. Eentje naar beneden. En eentje naar die ruimte. Bedankt voor het kijken. En tot gauw. En binnenkort vindt het weer.